Ik denk in de eerste plaats moeten we afstappen van het besparingsbeleid dat eigenlijk al decennia gevoerd wordt en echt naar een investeringsplan gaan. Een investeringsplan dat zorgt dat de budgetten die nodig zijn ook vrijgemaakt worden. Want wat we eigenlijk systematisch zien is dat de budgetten die nodig zijn, dat daar minder budget wordt ingezet. Dus we gaan steeds proberen beknibbelen. En we moeten vooral een omslag maken naar een systeem dat gericht is op samenwerking en op preventie en niet langer op een prestatiefinanciering en op concurrentie. Wij zijn eigenlijk akkoord met de Wereldgezondheidsorganisatie die aanraadt om je gezondheidszorg te verdelen in gezondheidsdistricten per 100.000 inwoners. Waar je eigenlijk kijkt per district wat de noden zijn en dat je de gezondheidswerkers in die districten eigenlijk samenzet om het gezondheidsbeleid te bepalen over zo'n district. En dat je dan gaat kijken van zie, wat zijn de noden hier. Bijvoorbeeld, we hebben meer nood aan preventie. We hebben meer nood aan een begeleiding van jongeren die... We zien een probleem dat er jongeren zijn die eigenlijk geen plaats hebben. En hoe lossen we dat op? Dus dat je eigenlijk structureel kijkt naar het gezondheidsdistrict dat je voor verantwoordelijk bent, wat de noden zijn en hoe dat invullen. Evengoed met basis ziekenhuiszorg als met eerste lijnszorg, dat je dat eigenlijk op elkaar kunt instellen. Er is één heel mooi voorbeeld in Duitsland, gezondes Kinzigtal, dat eigenlijk op die manier al werkt. En waar ze eigenlijk zien dat het kostenbesparend is door goed samen te werken. En dat je dan de besparing die je realiseert kunt inzetten op preventie ook. Dus het werkt wel, maar vandaag helaas nog niet in België. Wij willen echt werk maken van een ziekenhuisfinanciering die ook veel meer forfaitair werkt. Eigenlijk naar het model van de wijkgezondheidscentra. Dat wil zeggen dat er eigenlijk een structurele financiering is van de ziekenhuizen naar de populatie die de ziekenhuizen verzorgt en niet langer naar prestatie. Dat wil ook zeggen dat de artsen die daar ook werken, de specialisten, ook een vast salaris krijgen en niet langer per prestatie gefinancierd worden. Wij hebben dat ook uitgerekend. Wij hebben gezegd van oké, als we de specialisten nu vergoeden naar een universiteitsprofessor, dat wil zeggen 160.000 euro per jaar, dat is een goed wedden. Als we op die manier zouden financieren, dan zouden we daar eigenlijk geld besparen. 1 miljard euro zou dat opbrengen om ook te investeren in die zorg. We weten allemaal dat als een ziekenhuis vandaag beeldvormingsmateriaal heeft, dat moet gebruikt worden om te renderen. En eigenlijk willen wij van die logica af dat een arts moet beginnen rekenen van oké, wat heeft ons ziekenhuis eigenlijk nodig? Nee, je moet kunnen vertrekken vanuit het nood van de patiënt. En dat denken we kan veel meer in een model waarbij er een structurele financiering is, los van de prestaties, maar wel naar lang de populatie die een ziekenhuis moet verzorgen. De Vlaamse sociale bescherming is vandaag een heel asociale bescherming op verschillende niveaus. Ten eerste gaat het om een vlaktax, dus iedereen betaalt hetzelfde bedrag. Of jij nu miljonair bent of alleenstaande moeder bent met twee kinderen, iedereen betaalt hetzelfde bedrag voor die sociale bescherming. Ten tweede, vakbonden zijn daar niet opgenomen in het beheer van de sociale bescherming, terwijl in de sociale zekerheid is dat wel zo. En ten derde, laat die opening voor privéverzekeraars. En wij maken ons veel zorgen om de splitsing en de ontmanteling van die federale sociale zekerheid. Eigenlijk denken we dat we daar de omgekeerde richting moeten uitgaan. En dat wij eigenlijk willen maken dat er opnieuw zaken meer federaal georganiseerd worden, zoals gezondheidszorg. Wij willen eigenlijk dat we in de gezondheidszorg opnieuw gaan naar één minister, dat wil ook zeggen één sociale zekerheid op federaal niveau, om te zorgen voor die goede sociale zekerheid. Dus wij zijn geen voorstander van het verder uitbouwen van die Vlaamse sociale bescherming. In de eerste plaats moeten we echt afstappen van die besparingslogica en van het feit dat zorg een kostenpost zou zijn. Dus de overheid moet in de eerste plaats het goede voorbeeld geven en zeggen wij willen investeren in de zorg, wij willen de budgetten die nodig zijn vrijmaken en wij gaan zorgen voor een gezonde zorg. Want het grootste probleem vandaag in de zorg is dat mensen keihard werken. Fysiek is het ook een heel zware job, maar na een hele dag keihard werken ga je naar huis met het gevoel ik heb eigenlijk niet kunnen bieden wat de mensen nodig hebben. En dus daar moet echt een omslag gaan maken. En dat wil echt zeggen meer budget voor hogere personeelsnormen, ook voor een betere verloning van bijvoorbeeld nachtwerk, maar een echte investering in de zorg en ja, echt stop met de besparingslogica. Ik denk een sector die in constante besparingsmodus is, die is niet aantrekkelijk voor mensen om in te gaan werken. Het allerbelangrijkste is om te tonen dat het ook echt menens is dat je meer personeel wilt en een goede zorg wilt uitbouwen. Maar ik denk dat dat echt nodig is. Bijvoorbeeld in woonzorgcentra zien we vandaag dat het
te veel eenzijdig richt op de zorg en te weinig op het wonen en het leven. En dus wij denken bijvoorbeeld in woonzorgcentra dat er verschillende profielen mogelijk zouden moeten kunnen komen werken. Maar dat vandaag moeilijk is en dat moeten we wel diversifiëren, hè. Ik denk dat dat nodig is. We moeten wel opletten dat, dat een versterking is en geen vervanging is van medisch personeel. Want waar we wel bezorgd over zijn, is dat er minder verpleegkundigen zouden werken en meer ander personeel. Terwijl dat we zien, bijvoorbeeld in de coronacrisis, dat medisch geschoold personeel ook wel noodzakelijk is. Dus ik denk dat we zeker moeten gaan naar een diversifiering van de personeelsgroepen die kunnen ingezet worden in de zorg. Wij zijn voor het oprichten van preventiehuizen in die gezondheidsdistricten dan. We hebben nu ook een voorbeeld gehad in Zelzaten waarbij we een beetje willen een proefproject starten rond zo'n preventiehuis, waarbij we echt wel mensen ook aanmoedigen om met vragen langs te komen bij een preventiehuis. Maar het budget voor preventie moet vooral ook fel stijgen. Dat is vandaag amper 3%, maar we willen echt opwekken tot 5%. En om echt te kunnen inzetten op preventie, moeten we ook wel af van die prestatiefinanciering. Ik denk, we merken ook in wijkgezondheidscentra, waar dat je werkt met forfaitaire inkomsten, dat er meer ruimte wordt vrijgemaakt om aan preventie te werken. Want het is gewoon een realiteit dat in de prestatiegeneeskunde, dat je daar moeilijk aan preventie kunt doen, omdat je dat moeilijk kunt in prestaties uitdrukken. Wij willen daar echt de richting ingaan van een eengemaakte bevoegdheid op federaal niveau van gezondheidszorg. Dat wil zeggen dat we gezondheidszorg opnieuw op het federaal niveau brengen, volledig onder een minister van Volksgezondheid, ook één minister die ook de verantwoordelijkheid draagt en die kan zorgen voor samenwerking. Want als je gewoon op het hoogste niveau al zorgt dat er zoveel verdeeldheid is, kun je niet verwachten dat je in de praktijk ook kunt werken naar samenwerking. We zien dat bij de psychologen nu, dus een deel zit op federaal niveau, een deel zit op Vlaams niveau. Als het over preventie gaat, zegt Vlaanderen, wij gaan niet investeren in preventie, want de lasten zijn voor ons en de opbrengsten zijn voor federaal. Dus als federaal ons niet betaalt voor de preventie, dan gaan wij niet aan preventie doen. Dus dat werkt echt niet, denken wij. En we willen eigenlijk echt een oproep doen, maar die 15% van de bevolking wil meer eenheid in ons land, wil helemaal niet verder splitsen. Dus wij willen echt een oproep doen om opnieuw de richting in te gaan van een eengemaakte gezondheidszorg vanuit het federaal niveau.